gemaakt. Er is zelfs een term voor, management euthanasie. De broertjes gingen op bezoek bij Arno van der Valk van de stichting Pantera. Arno van der Valk, die gaat ons even uitleggen hoe het allemaal werkt hier bij Stichting Pantera. Laten we even naar de tijgers gaan. Wat betekent dat, dat Sissa wat hij doet? Dat is, ja, wij noemen het futten. Het is een communicatievorm. Als tijgers elkaar tegenkomen, dan hoor je dit geluid. Maar komt het door onze pakken of? Nee hoor. Hey, maar leg nog even uit wat Stichting Pantera precies is en wat jouw rol erin is. Stichting Pantera is een opvangcentrum voor katachtige roofdieren en reptielen. En mijn rol is, ik ben de oprichter en op dit moment de bedrijfsleider directeur, hoe je het noemen wilt. Wij wilden eigenlijk een illusieshow gaan doen met roofdieren. En ja. Hey meid. Dat is een verzekerheid. Maar is dat een goede handel voor jou? Nee, het is helemaal geen handel. Als jullie het echt willen weten, dan moet je luisteren. Waarom zijn dierenbeschermingen zo tegen jou dan? Ik ben nogal recalcitrant en nogal direct. En dat prikt soms. Ik kan er ook niets van doen, daar ben ik nog helemaal. Ik zie hier een stuk of 50 tijgers lopen, dat kost toch aardig wat poen? Ja, je kunt rustig rekening houden dat een tijger ongeveer 4000 euro per jaar kost. Aan onderhoudskosten. Maar 50 tijgers? Ja. Dat is 2 ton per jaar. Daar komt het op neer. Maar waarom word je niet gesteund door het Rijk, die gewoon hier geld in stoppen? Het is geen rijksbelang. Het is absoluut geen landsbelang. Kijk, ga je zeehonden opvangen, dan is dat een landsbelang, omdat het de dieren zijn die hier in Nederland thuis horen. Maar deze dieren komen uit heel Europa. Dan krijg je zo'n stichting aan dan wel dat soort subsidies. Maar wat is dan het verschil tussen tijgers en chimpansees of apen? Stichting Aap zijn doel is eigenlijk, wat de apen betreft, volledig herhaald. Want die wilde eigenlijk niet meer dat er nog apen bij particuliere huisvesten werden. En dat is eigenlijk niet meer van hun vrouw in Europa. Dat hebben ze bereikt. Ja. Kunnen jullie niet samenwerken dan? Nee. Nee, daar liggen de ideeën te ver vanuit elkaar. Heftig hoor, als je dat van dichtbij ziet, zeg. En die tijger die dood is, hè, die vanmiddag overleden is. Ja. Hoe lang zat hij hier? Die is 6 jaar bij ons geweest. Alle dieren zijn individueel herkenbaar aan hun chip. Als er dan ook één overleden is, wordt gelijk de reader naar langs gehaald. Dan wordt het chipnummer genoteerd als begin van de sectie. Het is een valse huidenhandel, kan je er niet op nahouden. Nee. Het zit wel schoor. Even een donatieoproep naar het volk. www.pantera.nl. Je ziet er toch een beetje uit als een oplichter. Ik ben ook een oplichter, anders kunnen wij toch nooit heen deur. Dode tijger. De mens geworden. En die wordt zo meteen gecremeerd. Daar gaan wij bij zijn. When you were here before, when you look your way, you're just like an angel, skin makes me cry. Ze zijn nu een ding aan het doen. Ik ruik het ook nu opeens. Ik raak ook ietsjes versnoeide huid. Maar ja, dat duurt toch wel anderhalf uur voordat het helemaal gecremeerd is. Ik ga toch, denk ik, de grond in als ik ooit moet gaan. De steen in. Er is een fotootje erop. Ja, Nick, ik hoorde dat die man ooit vaker is geweest in het circus. Ja, ik doe dat hoor. Ja,
Ja, god, ja, ik vind dat die beesten hier helemaal niet... Maar goed, hij moet ze opvangen natuurlijk, maar ik hoor je helemaal niet. Ja, maar dan wil je ze dan terug de natuur insturen. Nee, ja, dat gaat ook niet meer. Nee, nee, ja, goed. Er bestaat, ja. Ook helemaal geen, er bestaat ook helemaal geen natuur meer. Het is allemaal gelul, nee, het zijn alleen maar parken. Ja, ze passen nergens op meer. Deze worden ook overdreven. Die dieren die worden alleen nog maar in stand gehouden omdat de mensen interesse in ze hebben. Of om ze te fotograferen of om te schieten. Ja. En de velden waren ze al lang verdwenen, volgens mij. Ja. Hij zit nou een bonafide hut. Is die man niet bezig in een schimmig gebied binnen de dierenexploitatie? De meningen zijn daarover verdeeld. Maar voor een echte loesje hut moet je van de volk zijn. Je weet wel, met die toekam op het dak. Ja, met van de volk. Ja. Gewoon kijken, Anna. Ja. Op het IFA had je ook de documentaire First. Deze inzending gaat over het aller...